Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors. Van Asensio en aan Marcelo, die laat hem liggen voor Asensio, die brengt hem voor. De voetveeg van Trubin. Dat was even een heerlijk staaltje combinatiewerk. Maicon, Valérie Bondar, een van de twee veldspelers dus. Die al sinds de geboorte Oekraïner zijn. De man die wat later Oekraïner wordt is hier helemaal vrij. Marlos. En de redding van Courtois. Misschien nog een optie voor Dentinho. Nee, gekeerd door Rafael Varane. Maar daar lag het wel compleet open door die geweldige lange bal van Maicon. En Marlos, ja, die kwam oog in oog met Courtois. Beginnen door te voeren. Dat valt mee. Solowerk van de linksback en dan ligt hij nog af en dan een schot en de goal. Het is Shakhtar dat op voorsprong komt dankzij Tete. Viktor Kornienko die rukte goed mee op de linksachter van de Oekraïners. Op karakter bleef hij aan de bal en dan al glijdend krijgt hij het leer nog tot bij de vrijstaande Tete. Nou, die maakte vorig seizoen zijn enige Europese treffer tegen Dynamo Zagreb. En dan is nu meteen scoren tegen Real. Iets prestigieuzer natuurlijk. Nog een rebound misschien. En de own goal, Rafael Varane. Nou, wat is dat met Varane in de Champions League? Het schot kwam hard, was verraderlijk voor Thibaut Courtois. En dan drong Dentinho nog aan, maar ik denk toch dat het een ondoelpunt is van de Franse wereldkampioen, van Rafael Varane. 0 tegen 2. Een erg verrassende tussenstand na 32 minuten. Kornienko. Nou, die kan met de bal aan de voet heel veel snelheid maken. Tete legt nog af. Kornienko voor de 0 tegen 3. Jawel! Wat een goal. En ze zijn razendsnel, aardsgevaarlijk. Ze werken het kurkdroog af. Shakhtar komt gewoon op 0 tegen 3 na een gigantisch mooie combinatie. Opgezet over links. Dan was het Solomon of de linksback. Nog even afwachten op de herhaling. Maar de Real defensie gaat een derde keer met de billen bloot. Van de bal is voor Asensio. Kroos onderaan in het beeld. Kampjes aan het opwarmen. Modric die wil trappen. Modric gaat trappen. En wat een goal zeg. Luka Modric heeft er 1-3 van gemaakt op een kurkdroge manier. De doelman die was compleet verrast. Hij dacht dan ook even, die bal gaat nog naast. Maar die raakte toch de netten. Haalt die Jovic eruit en gaat de Vinicius waarschijnlijk van op een van de flanken. Het is de linkerzijde. Ja, meteen de stiel van Vinicius. Hij staat er pas in en hij maakt meteen de aansluitingstreffer. Letterlijk 10 seconden nadat hij op het veld is gekomen. Dit moet echt wel de snelste goal zijn voor een invaller in de Champions League geschiedenis. Maar we hebben weer een wedstrijd. 2 tegen 3. En de man die het meest fris is van allemaal. Goal!
De hoekschop. Iets ingestudeerd. En daar komt Valverde. Die bal gaat binnen. Onderweg twee keer geraakt, leek het wel. En zo toch 3-3. En het doelpunt komt op naam van Fede Valverde. Vinicius staat daar in de weg. En hij keurt het doelpunt af. Dus nog altijd een achterstand. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken en Gazprom, UEFA Champions League sponsors.